Goedenavond kijkers in Nederland en België. Welkom bij Eurosport, welkom bij de Europese kampioenschappen gewichtheffen. Het is vandaag de laatste dag in een serie van 6 waarin de Europese kampioenschappen in Polen in de plaats Wladyslawowo hebben plaatsgevonden. Uw commentator is Piet van der Kruk. En de laatste wedstrijd waar we naar gaan kijken is de klasse mannen tot 105 kilo. Het is een wedstrijd die eerder vandaag heeft plaatsgevonden, maar we gaan hem integraal zien, heb ik doorgekregen. Dat we zeggen, we krijgen alle beurten te zien. Er is niets weggeknipt of zo. En de uitslag is dus bekend, maar de wedstrijd op zich is heel erg spannend. En ik wil graag trachten een beetje van die spanning op u over te brengen. Er worden prachtige prestaties geleverd en het is alleszins de moeite waard om naar deze gewichtsklasse te kijken. Dit is Alan Pratu, Litouwen. Ramonas Vyšniauskas uit Litouwen. Michael Autsier, Wit-Rusland. Alan Naniev, Azerbeidzjan. Vladimir Smartschkov, de Rus. Een van de twee broertjes Dolega, dit is Marcin. En dan hebben we ook nog Robert Dolega. Dit zijn de Europese kampioenen in deze gewichtsklasse in voorgaande jaren. Regerend kampioen is Vladimir Smartschkov. En deze Smartschkov doet vandaag mee. Hij is dus titelverdediger. Oftewel regerend Europese kampioen. Dit zijn de records in deze klasse. Wereld- en Europese records. 108. Mikhail Autsier uit Wit-Rusland. Gaat beginnen met 175 kilo trekken. Hij werd 9e op de Olympische Spelen en werd 2 jaar geleden in 2004 Europees kampioen. Toen trok hij maximaal 180 kilo. Sinds 2004 komt hij in deze gewichtsklasse uit. En hij geeft hier een visitekaartje af. Hij laat zien wat trekken is. Deze Mikhail Autsier uit Wit-Rusland. Hij is geboren in Minsk en komt daar ook voor de plaatselijke gewichtheffersvereniging uit. Hij weegt momenteel 104,85 kilo. En dat is ongeveer het gewicht dat hij al sinds 2004 weet te behouden. Tot die datum kwam hij uit in de klasse tot 94 kilo. Zijn beste prestatie is het Europees kampioenschap in 2004. Nou, daar komt Robert Dolega. Die gaat met 180 kilo beginnen. Robert Dolega is 5 jaar ouder dan zijn broer. Hij is in 1977 geboren. En Marcin Dolega, die straks komt, in 1982. Het is een creatief persoon. Hij is van zijn beroep een glasdecorateur. Niet geplaatst op de Olympische Spelen in Athene in 2004, omdat hij toen 3x 180 kilo trekken miste.
Maar dat doet hij nu niet. Nu pakt hij hem. Bij de wereldkampioenschappen zijn laatste wedstrijd verleden jaar op het internationale podium trok hij 182 kilo. Dit is dus heel erg gewaagd wat hij hier doet. Maar wie niet waagt, die wint. Doet al sinds 1991 aan gewichtheffen. Voor die tijd was hij Grieks-Romeins worstelaar. Maar hij kon ook goed handballen. En nu dan een topgewichtheffer. Alweer heel lang. Ik zie daar op het bord dat hij nu om 184 kilo heeft gevraagd. Dat gewicht is verder door niemand gevraagd. Dus hij krijgt nu zijn 184, maar moet dan wel eventjes een extra minuut rust in acht nemen. Zijn hobby's van deze oudste Dolega zijn, zoals hij zelf opgeeft, te lezen, naar de film kijken en vooral ook motorrijden. Dat is zijn passie. Getrouwd met Magdalena en wereldkampioen bij de junioren in 1996. 10 jaar geleden. Echte gewichtheffersfamilie, de Dolega's. Straks komt zijn broer Marcin aan de bak. En daar komt de oudste Dolega, Robert. Gaat voor 184. Alleen in, ja, zo'n 4 jaar geleden heeft hij op deze hoogte gezeten. Hij heeft in rond 2002 3 keer 184 of meer gehaald. En daar blijft het verder bij. Sinds die tijd is hij wat achteruit gegaan. Als hij dit haalt, dan is hij weer op het niveau van een jaar of 4-5 geleden. Hij zal gepiekt hebben voor deze wedstrijd in eigen land. Want het Poolse publiek, dat leeft enorm mee. En hij heeft hem keurig. Dat is heel lang geleden dat hij dit haalde. En op de Olympische Spelen mist hij 3 keer 180. En hier neemt hij zomaar eventjes 184. Nou, dan mag hij even gaan uitrusten. Tenzij die... Ja, het is zijn derde beurt, dus er zal nu een ander gewichtheffer komen. Ik zie dat Ramunas Wisniauskas uit Litouwen, die heeft 185 kilo gevraagd en die zal nu waarschijnlijk gaan beginnen. Ja, inderdaad. Ramunas Wisniauskas uit Litouwen, die gaat beginnen met 185 kilo. Deze Wisniauskas werd derde in verleden jaar op de Europese kampioenschappen. Toen trok hij 182,5. En een paar maanden later bij de wereldkampioenschappen in Qatar miste hij 3 keer 185. Het gewicht waar hij nu weer mee gaat beginnen. In Athene op de Olympische Spelen trok hij 187,5. Dus hij begint echt met een beurt die voor hem aan het randje van zijn kunnen zit. Hij gaat balanceren op het randje van wat zijn mogelijkheden zijn. Hij durft, deze Ramunas Wisniauskas. En hij heeft hem. Ja, ja. Geweldige krachtsexplosie. Hij wordt getraind door zijn vader met de prachtige voornaam Bronius. En natuurlijk ook een Wisniauskas. Bronius traint Ramunas. Wat wil je nog meer? Prachtige Litouwse namen. Hij is 30 jaar, bijna. Nog net niet. Nog 29.
Hij heeft zelfs 3 Olympische Spelen achter zijn naam. Was er in Atlanta al bij in 1996. Toen werd hij 23ste. In Sydney in 2000 deed hij ook mee. Toen werd hij 11e. De Wit-Rus met 186 kilo. Die is met 175 begonnen. Mikhail Outsiev, de Wit-Rus, die gaat nu proberen zijn tweede beurt 186 te halen. Een persoonlijk record. Het staat op 185. Ook weer in Athene gehaald. De jongens hebben allemaal gepiekt op de Olympische Spelen natuurlijk. Op een manier die geweldig is. Daarna zakken ze een beetje in, de jaren daarna. Maar als hij dit haalt, dan is hij weer helemaal terug op het, zeg maar, Olympische niveau. En dat lukt hem. Hij is weer terug op dat niveau. Persoonlijk record, die 186 kilo. Hij weegt momenteel bijna 105 kilo. En dat is een gewicht wat hij meestal heeft. 186, 2 beurten klaar. Dat is de kunst bij dat trekken, om dat gewicht in 1 vloeiende beweging boven het hoofd te krijgen. En wel op een zodanige manier dat je je lichaam af kan spannen, zodat het gewicht niet terugkomt. Souplesse, techniek. En dan de kunst op een hele botte manier vast te zetten. Dolega, Robert Dolega nog een keer, voor 186. Een persoonlijk record. Nou, niet helemaal. In 2002 trok hij een keer 187,5 en daar blijft het bij. Het is zijn tweede prestatie aller tijden als hij dit haalt, voor hem persoonlijk. 1 keer slechts meer getrokken en nee, het lukt hem niet. Hij blijft staan op 184 kilo. Robert Dolega is klaar en die gaat zich voorbereiden op het onderdeel stoten. Zijn broertje, Marcin, zijn jongere broer, dat een hele goede trekker is, aan de wereldtop meedraait, die moet nog komen. Drie man in de verzorging. Bratan, Moldavië. Alexandru Bratan gaat 188 trekken in zijn eerste poging. En wat weten we van deze Alexandru Bratan? We weten dat hij 104 kilo weegt, 104,2, dat hij 1,80 meter lang is. We weten ook dat hij bij de wereldkampioenschappen verleden jaar tweede werd met 190. Gaat er nu 2 kilo's onder zitten. Werd vierde op de Olympische Spelen in Athene. Zesde op de Olympische Spelen in Sydney. Heeft een paar keer 190 getrokken. Nu begint hij met 188. 2 kilo van zijn eigen top af. In 1 keer vast. Arm in 1 keer gestrekt. Zoekt even het juiste moment. Dat hij de handel goed in balans heeft. En dan moet je sterke benen hebben en omhoog komen. Het is hem gelukt. 188 kilo voor Alexandru Bratan. Alan Nauyev gaat met 188 beginnen. Alan Nauyev, Azerbeidzjan. 188, eerste beurt. 2 kilo onder zijn beste prestatie van 190. Dan werd hij zesde mee in Athene. Op de OS. Nu mist hij hem. Dan krijgt hij een paar minuten de tijd, 2 minuten om precies te zijn, om te herstellen.
Het is gebruikelijk dat na het afroepen van je naam je dat gewicht minimaal binnen 1 minuut minimaal boven de knieën moet hebben. Er is 1 uitzondering en dat is als je als gewichtheffer 2 beurten direct na elkaar krijgt. Dan wordt er enige clementie betracht en krijg je 1 minuut extra. Dan mag je 2 minuten herstellen omdat 1 minuut veel te weinig zou zijn. Dat lukt niet, dat doe je ook niet in de training en dat doet men dus ook niet in de wedstrijd. Het is bij dit Europees kampioenschap voor het eerst dat de gewichtheffers met 1 kilo omhoog mogen gaan. Het gewichtheffen wordt al meer dan 100 jaar beoefend in wedstrijdvorm. Verleden jaar bestond de oudste gewichtheffederatie, de Europese, 100 jaar. 100 jaar kon men met een veelvoud van 2,5 kilo of meer omhoog. En het is sinds eind vorig jaar veranderd in 1 kilo. Het gewichtheffen is er wat spannender door geworden. Je zal wat anders moeten gaan rekenen. Iets andere strategie moeten gaan bedenken. Stapjes van 1 kilo kan toch hele verrassende resultaten opleveren. Dat hebben we dit kampioenschap gezien. 188 kilo voor Alan Naniev. De Azerbeidzjani die in zijn eerste poging strandde. 2 kilo onder zijn persoonlijk record. En dat lukt hem niet. Het is een voormalige Rus. Hij is geboren in Vladikavkaz. En hij woont nog steeds in Rusland. Maar hij heeft als gewichtheffer de Azerbeidzjaanse nationaliteit. Hij werd in 2003 nog nationaal kampioen van Rusland. Sinds die tijd komt hij voor Azerbeidzjan uit. Europese kampioenschappen gewichtheffen. Mannen in de klasse tot 105 kilo. We zijn bezig met het onderdeel trekken. De wedstrijden komen uit Polen. Op de plaats Wladislas Lavovo. En daar komt Mikhail Ociev nog een keer. De Wit-Rus. Die gaat vermoedelijk naar 189. Ja. 189 kilo. Hij heeft 186 gehaald. En dit is zijn derde en laatste beurt. Een vrouwelijke hoofdscheidsrechter bij deze wedstrijd. Hij heeft hem. Nee. Niet goed. Hij trok hem helemaal uit. Hij kan het gewicht niet vastzetten. 3 rode lampen. En dan blijft hij op 186 kilo staan. Hij haalt hem goed uit de benen. Hij heeft hem nu zijn armen gestrekt. Komt overeind, maar raakt dan uit balans. Moet gaan wandelen. En dan komt hij op het randje van het plankier van 4 bij 4 meter. En dan moet hij zelf stoppen. Maar dat gewicht, dat gaat door. Kijk maar. Had hij nog een paar meter meer gehad, dan was het hem waarschijnlijk wel gelukt. Maar ja, het moet allemaal gebeuren op dat plankier van 4 bij 4 meter. En loopt hij nog een paar passen door, dan komt dat gewicht op de schoot van die arme dame daar, die hoofdscheidsrechter. Dat is ook weer niet de bedoeling. Hier een blik achter het podium. De coaches, de verzorgers, de helpers van de gewichtheffers, die houden er allemaal het scorebord bij. Waar het grote schaken... Een grote schaakspel zich voordoet. 190 kilo voor Vladimir Smortskov. 190 kilo, eerste beurt. De regerend Europees kampioen. Nou, daarom is hij dat. Kijk maar eens hoe hij dat doet. 190 kilo, dat is even, ja, een makkelijk beurtje. Om even een visitekaartje af te geven.
Hij trekt al sinds pakweg, zie ik, 2001 in elke wedstrijd meer dan 190. Meestal 195. Een paar keer zelfs 197,5 gehaald. Een zeer solide gewichtheffer. Routinier. Geboren en getogen in de plaats Omsk. Hij is beroepsmilitair. 1,80 meter lang. En Smortskov weegt 104,3 kilo in deze wedstrijd. Een gewicht dat hij altijd wel weet te halen. In 2001 was hij nieuw bij de senioren. En toen had men niet zo'n hoge dunk van hem. Werd hij ingedeeld in de B-groep. En won die van de A-groepers. Bij verrassing. Marcin Dolega. De jongere broer van Robert, die al klaar is. Gaat ook met 190 kilo beginnen. Marcin Dolega. Dit is een specialiteit van hem, dat trekken. Hij is student in de mechanica. Ja, keurig. Geweldig. Mooie beurt. En ja, die 190 haalde hij verleden jaar op de WK. De EK heeft hij niet meegedaan. Hij heeft ooit eens een uitschieter gehad met 197,5. Maar daar is hij zo van geschrokken, daar is hij zelfs niet meer bij in de buurt gekomen. Hij heeft het wel als beste prestatie achter zijn naam staan. Dat deed hij in Havirov in Tsjechië. Bij de wereldkampioenschappen voor de junioren. Hij werd ook nog een keer Europees kampioen bij de junioren in 2002. En werd de tweede bij de wereldkampioenschappen studenten in Pavia in Italië in 2003. Marcin Dolega, de jongere broer was dat. Dan krijgen we Ramunas weer met 180. Sorry, 190. 190 kilo voor Ramunas Wisniauskas. De gewicht uit Litouwen, die door zijn vader Bronius wordt getraind. Hij heeft 3 keer aan de Olympische Spelen meegedaan. En laat het nu afweten. Dat past niet bij hem, dat hoort niet bij hem. Aan de andere kant, het is 190 kilo en dat heeft hij nog niet eerder gehaald. Zijn persoonlijk record is 187,5. Hij is met 185 begonnen. Hij probeert hier zijn, het lijkt erop dat hij zijn hand open haalt. Dat wil nog wel eens gebeuren. Als je die stang niet goed vast hebt, er zit een karteling op die halterstang om te voorkomen dat die uit je vingers glipt. Maar gaat die toch glijden, dan kan de eeltlaag, die vrijwel elke gewichtheffer op zijn handen heeft, die wordt dan opgestroopt. En dat is een hele vervelende blessure. Moeilijk te verzorgen. En ik ben benieuwd of die nog doorgaat hierna. Alen Nadiev. Gaat voor zijn derde en laatste poging met 190. Hij heeft 2 keer 188 gemist en gaat nu voor 190. Alen Nadiev. Hij heeft het 1 keer in zijn leven gehaald. Op de Olympische Spelen in Athene. Daar heeft hij 190 getrokken en werd hij 6e. Als hij hem nu niet haalt, dan ligt hij eruit. Hij haalt hem niet en hij ligt eruit. Hij krijgt een 0 achter zijn naam. Dat betekent dat hij niet meer meedoet voor het algemeen klassement. Hij mag nog wel meedoen bij het stoten. Alhoewel er op het ogenblik een discussie gaande is in gewichtheffkringen om dit af te gaan schaffen. Haal je je 3 trekbeurten niet, dan hou je de wedstrijd alleen maar op. Dan mag je eigenlijk nu nog wel, maar in de toekomst waarschijnlijk niet meer meedoen. Nou is de dag niet. En dan is het gebeurd met de koopman. Deze Azerbeidzjan, Alen Nadiev.
Nou, dat waren de 190ers. Wat gaan we nu krijgen? 191 kilo voor... Nee, daar komt de... Ja, Ramunas Fiascus. Met 190 voor zijn derde en laatste keer. Hij is verzorgd. Er waarschijnlijk wel een pleister op zijn hand zit of iets dergelijks. Kijk er nog eens goed naar. Als er iets opgeplakt is, dan moet de scheidsrechter dat weten. Want hulpmiddelen in de hand zijn niet toegestaan. Tenzij het op medische indicatie is. Dat kan snel geregeld worden bij het gewichtheffen. Maar hij durft het niet aan. Die hand, dat is niet helemaal in orde gekomen. En dan moet hij nog gaan stoten, ook straks. En dat is heel erg jammer. Dat is grote pech als je zoiets overkomt. Is het eigenlijk gebeurd? Europese kampioenschappen gewichtheffen vanuit Polen. We zijn bezig met de mannen in de klasse tot 105 kilo. Uw commentator is Piet van der Kruk. We naderen het einde van het onderdeel trekken. En hier komt Alexandru Bratan uit Moldavië. Die gaat 191 kilo trekken in zijn tweede poging. Hij heeft in zijn eerste beurt 188 gehaald. Deze Alexandru Bratan is 28 jaar oud, heeft aan twee Olympische Spelen meegedaan. En die 191 kilo is zijn één na beste prestatie. In Athene haalde hij in 2004 192,5. En nu gaat hij dus voor 191 kilo. Zijn tweede beste prestatie aller tijden. Hij is student, studeert op de studiebeurs van het IOC. En dat heeft hem geen kwaad gedaan, zo te zien. Want hij trekt hier deze 191 kilo... Zo op één na beste prestatie, persoonlijke beste prestatie aller tijden, heel makkelijk. Is al twee keer in zijn beginjaren Europees kampioen geweest, maar dat was bij de junioren. Bij de senioren, bij de mannen, is hij nooit verder gekomen dan een tweede plaats. Dat was in 2004 bij de EK in Kiev in Oekraïne. Toen trok hij 190. En er zit dus een klein beetje vooruitgang in. Hij heeft nu 191. Met een licht uitschietertje in 2004 in Athene op de Olympische Spelen. Deed trouwens ook al mee in Sydney in Australië in 2000. Toen werd hij zesde. En trok hij ook al 190 kilo. Het is een gewichtheffer die op het topje van zijn kunnen werkt al een paar jaar. En daar komt Marcin Dolega. 193 kilo. De broer van. Het jongere broertje, maar wel een stuk beter, want zijn broer Robert heeft 184 gehaald. Die is al een tijdje klaar, is zijn voorbereiding op het stoten. En de jongere, vijf jaar jongere, Marcin Dolega, die is met 190 begonnen, neemt nu in zijn tweede poging 193 kilo. Voor Marcin Dolega. Persoonlijk record met een halve kilo verbeterd als hij dit haalt. Dat staat op 192,5 sinds 2002. En hij doet het. Persoonlijk record. En een prachtige uitgangspositie in het algemeen klassement. Want het gaat uiteindelijk om het algemeen kampioenschap. En dat wordt bepaald door... De beste beurt bij het trekken, waar we nu mee bezig zijn, en straks het stoten door die bij elkaar op te tellen, dat geeft een klassementstotaal. En degene die daar het beste in is, het meeste tilt, mag zich de echte Europese kampioen noemen. Nou, vreugde in het Poolse kamp. 193 kilo. Hebben die Polen wel nodig, ze hebben hun best gedaan bij de organisatie. Van dit Europese kampioenschap met een relatief laag budget, maar het is er toch maar weer gelukt. Prachtige entourage, een mooie sporthal. Ik heb me laten vertellen dat het zo'n beetje lijkt op het Papendal van Polen in Władysława, dit centrum. En daar
komt Alexandru Bratan. Die gaat ook proberen 193 kilo te halen. Hier een derde poging. In zijn eerste heeft hij 188 gehaald. In zijn tweede 191 en gaat nu voor 193. Dat is een halve kilo meer dan zijn PR. Dat is een persoonlijk record. Dat is van 2004 Athene met 192,5. Daar probeert hij nu een halve kilo tegenaan te plakken. Een gewicht wat hij nog niet eerder gevoeld heeft. Nou, zijn rechterarm wel, maar zijn linker niet. Hij trekt het redelijk hoog op. Is niet bang, duikt erin. Maar krijgt zijn linkerarm niet gestrekt. Kan zijn linkerarm niet fixeren. Let maar eens op die linkerarm van hem. Die is net niet sterk genoeg. En zodra daar dan een beetje buiging in zit, kan je nog wel proberen. Lukt meestal niet hoor, om nog een keer uit te drukken, om na te drukken. Maar dat is niet toegestaan. De kunst van deze oefening is om dat gewicht in één vloeiende beweging van de grond boven het hoofd te halen. Met gestrekte armen. En het gewicht dan te fixeren. Dat doe je door jezelf af te spannen vanuit je rug. Maar ook door je ellebogen op slot te gooien. De regerend Europese kampioen, Vladimir Smortskov uit Rusland. Smortskov gaat voor 194 kilo. Die denkt, ja, die Dolega die heeft 193 gehaald. Ik ga voor 194, want ik wil ook eerste worden bij het trekken. En ik ben mijn titel aan het verdedigen. En oei, wat is dat nou? Ja, hij moet hem kunnen hebben. Het is helemaal niet zo hoog gegrepen, die 194. Want deze man die heeft wel eens 197,5 gehaald. Daar werd hij wereldkampioen mee in 2001. Deze titelverdediger. Verleden jaar Europees kampioen met 195. Ja, 194 is maar 1 kilootje minder. En voor hem net te veel. Een beroepsmilitair. Deed in 1998 al mee aan de wereldkampioenschappen voor junioren in Sofia in Bulgarije. Kwam die klasse lichter uit. En al die tijd heeft hij prima aan de top meegedraaid. Europese wereldkampioen geweest bij de junioren. 1 keer bij de grote mannen. Wereldkampioen geworden. Alweer 5 jaar geleden. Verleden jaar Europees kampioen bij de grote mannen. Met 195 trekken. En nu sneuvelt hij op 194. Vladimir Smortskov. Nou, hij gaat hem overnemen. Alle gewichtheffers zijn klaar op Smortskov en Dolega na. En het gaat dus nu om de dood of de gladiolen, zoals ze dat steeds weer noemen. Als Smortskov dit haalt, dan maakt hij het die Marcin Dolega wel heel erg moeilijk. Want die moet dan boven zijn eigen krachten uit gaan groeien. Dus Smortskov gaat hier, titelverdediger, proberen 194 kilo te trekken. Als hem dat lukt, dan heeft hij een kilo meer dan Dolega. En dan maakt hij Dolega heel erg moeilijk, want die heeft dat nog nooit gehaald. Maar hij ook niet. Nou, die Rus die blijft hangen op 190 kilo. Die wordt zelfs geen tweede, want Alexandru Bratan, die Moldavië, die heeft 191 getrokken. En hij nu blijft hangen op 190. Dan is Marcin Dolega al winnaar bij het trekken. Die heeft 193 al gehaald. Staat dus 2 kilo voor op nummer 2. Dan heeft hij nog 1 poging te gaan. En wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen, deze Dolega? 199 kilo. Hij gaat proberen het wereldrecord trekken dat reeds op zijn naam staat. Dat gaat hij proberen te verbeteren. Het zal ook een nieuw wereldrecord trekken zijn. Steef daar. Voor het wereldrecord is er een standaard. Op 198, dan gaat hij met een kilo overheen. Mensen.
nieuw Europees en wereldrecord als Marcin Donega dit haalt. En hij heeft hem. Hij heeft hem. Ja, prachtig. Een nieuw wereldrecord in de klasse mannen tot 105 kilo. Ja, een kusje op het plankier of op het halter. Daar staat een nieuwe wereldrecordhouder trekken. 199 kilo voor de Pool Marcin Donega. Het Europees record stond al op zijn naam, het wereldrecord nog niet. In 1998 is er een nieuwe gewichtsklasseindeling gekomen, toen heeft men standaards gesteld. En de standaard voor een wereldrecord was 198 kilo, daar gaat hij nu met 1 kilo overheen. Dus hier staat Marcin Donega, de eerste man in deze gewichtsklasse die een wereldrecord vestigt sinds 1998 met 199 kilo trekken. In één vloeiende beweging trekt hij dit superzware gewicht van de grond. Een man die zelf 104 kilo weegt, brengt hier in één keer 199 kilo omhoog. Nou, dat is een opsteker voor de zaal natuurlijk. Al die Polen, die Polen hadden dat nodig, want het zijn toch de Russen die tot nu toe de show gestolen hebben. En dit is een mooie tegenzet. Sinds 2002 stond het Europese record op zijn eigen naam. Met 198 kilo, dat vestigde hij in 1999 in Athene, nota bene. En nu die wereldstandaard die dateert van 1998. En daar gaat hij dus heel mooi overheen. Die Polen kunnen het ons niet dikwijls genoeg laten zien. Prachtige wedstrijd, mooie apotheose bij het onderdeel trekken. Polsfeestje. En dat hebben ze wel verdiend. Ze hebben ook een prachtig Europees kampioenschap georganiseerd. Het is de laatste klasse die bezig is. We hebben 8 klassen bij de mannen en 7 bij de vrouwen. De Polen hadden nog geen enkel Europees of wereldrecord verbeterd. En met deze Marcin Donega wordt er zowel een Europees als een wereldrecord gevestigd. En dat maakt het Poolse feest compleet. Ik kan ondertussen van de gelegenheid gebruik maken u te vertellen dat het gewichten voor de vrouwen is gisteren al beëindigd. Dat de beste vrouw, dat is op basis van de zogenaamde Sinclair-formule, is geworden Natalia Zabolotnaya. Men heeft dan alle gewichtsklassen in één grote koker gegooid. Men laat een factor los op het totaal gebaseerd op basis van het lichaamsgewicht. En komt er een ingewikkelde rekensom en dan blijkt dat Natalia Zabolotnaya uit Rusland de beste geworden is. De tweede Valentina Popova en de derde ook een Russin, Marina Shainova. 3 Russinnen op plek 1, 2 en 3. Bij de vrouwen hebben de Russinnen de meeste medailles mee naar huis genomen. 11 goud, 10 zilver. En Oekraïne op de tweede plaats met 4 goud, 6 zilver en 1 brons. Derde Spanje met de 3 gouden medailles. Hier zien we de uitslag van het trekken bij de mannen in de klasse tot 105 die we zojuist beëindigd hebben. 199 kilo, nieuw wereldrecord voor Marcel Donega uit Polen. Europese kampioenschappen, gewicht heffen, mannen in de klasse tot 105 kilo. We hebben het trekken zojuist afgerond en gaan nu door met het stoten. De eerste die hier op het podium komt is Mikhail Oudsenjev uit Wit-Rusland met 215 kilo. Hij krijgt hem niet voldoende omhoog. Krijgt zijn armen niet gestrekt. Het ligt ook heel zwaar op zijn borst.
Mikhail Oudsiev. Wit-Rusland. Heeft 186 kilo getrokken en begint nu met 215. Ja, het is toch een gewichtheffer. Hij komt sinds twee jaar in deze klasse uit. In 2004 had hij zijn eerste wedstrijd. Toen werd hij Europees kampioen in deze gewichtsklasse. Hij trok toen 180 en stootte 222,5. En nu heeft hij 6 kilo meer getrokken. Maar hij sneuvelt op 215 stoten. Die 222,5 was toen wel een uitschieter, want zijn beste prestatie daarna is 2.15. En dat haalde hij in ook 2004, maar dat was op de Olympische Spelen in Athene. Verleden jaar bij de EK in Sofia werd hij 8e. Toen bleef hij nogal achter met zijn trekken. Trok hij niet meer dan 177,5. 10 kilo minder dan nu. Maar stootte hij toch 2.20. Nu gaat het fout op 2.15. Hij kan het wel. ...23 jaar, een van de jongere deelnemers. Weegt 104,85 kilo. Gaat nu voor 2.15. Zijn tweede poging. De eerste keer kon hij onvoldoende snelheid ontwikkelen bij het uitstoten, waardoor hij zijn armen niet gestrekt kreeg. Voorslaan ging vrij makkelijk. Het is er een met behoorlijke sterke benen. Dan moet het gewicht wel goed op zijn borst vallen. Kijk, hij komt heel makkelijk omhoog. Hij legt het halter goed neer. Hij zoekt nu naar het juiste moment. Dan heeft hij het even moeilijk, maar hij stoot hem nu uit. En nou is hij goed. Ja, het is 215 kilo. Dan kan je zeggen, het gaat niet snel genoeg. Maar probeer het maar eens. 215 kilo, als je zelf net 104 kilo weegt. Dat is natuurlijk een hele goede prestatie die hij hier levert. Ja, toch is snelheid een eerste vereiste. En betekent het dat je niet voldoende kracht hebt eigenlijk. Als je geen kans ziet om het met een enorme zwieper eruit te knallen. Hè? Pat, zo, juist. Ja, dat gaat toch wel een paar stapjes. Oei, nou, of hij het echt onder controle gehad heeft, dat is ook nog maar weer de vraag. Hij moet een stapje naar voren doen. En het gewicht blijft in beweging. Nou, de scheidsrechters twijfelen niet. En die geven hem allemaal een witte lamp, alle drie. Dus dan is die beurt goed. Hij mag hem tellen, die 2.15. Waar gaan we nu naartoe? Naar de 2.21, denk ik. En dat zou Marcin Dolega wel eens kunnen zijn. Of is het Robert? Ze beginnen allebei met 2.21, heb ik gezien. En dit is Robert. Gaat met 2.21 beginnen. Robert Dolega. Zijn top is 2.25. Daar zit hij dus niet ver vanaf. En dat zoeken, hè, dat wachten. En dan die zwieper. Hè. Hij brengt een behoorlijk stuk leven in die halterstang. Je ziet het gewicht helemaal krom gaan staan. En het is een man die natuurlijk al een heel wat jaartjes meeloopt. En die dan kans ziet om op het moment dat die uiteinden van die halterstang omhoog komen. Hij zwiept omlaag. Hij geeft hem dus een stoot op zijn borst. Die uiteinden gaan omlaag en dan komt de boel omhoog. En dan stoot hij hem uit. Dat geeft extra snelheid en dan maakt het hem wat makkelijker om uit te stoten. Let maar eens op. Omlaag en dan eruit. Als die kromming zich weer wil gaan herstellen in die halterstang, dan stoot hij hem uit
En dan maakt hij gebruik van de snelheid die het metaal al voor hem ontwikkeld heeft. Alexandru Bratan gaat ook naar 2.21. 104,2 weegt hij zelf, deze Moldaviër. 2.25 is top. Zit hij dus 4 kilootjes onder, dat mag in een eerste beurt. Oh, dat achterste been van hem stond niet goed. Hij stond helemaal dwars met zijn voet. Daarmee krijg je geen goede balans en het is ook gevaarlijk voor je knie. Je moet op de bal van je voet terechtkomen en hij zet zijn voet bij het uitstoten. Zijn achterste voet, zijn rechterbeen, moet je maar eens opletten. Dan komt die voet helemaal dwars te staan. En dat is behoorlijk link. Nou, het lukt hem allemaal en die beurt is gewoon goed. Gevaarlijke techniek of niet, hij telt. Marcin Dolega. De man die net het wereldrecord vestigde bij het trekken, gaat ook met 221 kilo stoten beginnen. Die absolute topper bij het trekken. Hij is wereldrecordhouder. En dan is hij bij het stoten weer een gemiddelde gewichtheffer. Weliswaar een echte topgewichtheffer. Hij draait ook daar aan de wereldtop mee. Maar daar waar hij bij het trekken met kop en schouders boven de rest uitsteekt, is dat bij het stoten niet het geval. Maar hij neemt geen risico's. Hij heeft zo'n grote voorsprong op nummertje 2. Dat hij denkt, ik ga gewoon eventjes een beurt vastzetten. Met die 2.21. Dan moeten ze toch van goede huizen komen, willen ze mij van de eerste plaats stoten. Hij is ook erg content. Maar dan moet je niet tevreden worden. Al tevreden worden. Al te veel tevreden worden. Je moet scherp blijven. Wereldrecord is prachtig, maar het gaat tenslotte om de Europese titel. Europese kampioenschappen, een gewichtheffen vanuit Polen. We zijn bezig met de mannen in de klasse tot 105 kilo. Ze hebben al getrokken en ze zijn bezig met het stoten. Hier de Russen, Vladimir Smortskov, de regerend Europees kampioen. De man die hier zijn Europese titel aan het verdedigen is. De straks al een behoorlijke tik heeft gekregen bij het trekken. Daar werd het wereldrecord verbeterd door de Pool Marcin Dolega. En de Rus kwam niet verder dan 190 kilo. Staat dus na het trekken 9 kilo achter en zal heel veel goed moeten maken bij het stoten. Wil hij de Pool achter zich houden. In ieder geval ziet hij hier kans om 223 kilo te stoten. En daarmee loopt hij bij het trekken op dit moment 2 kilo in op zijn naaste collega Marcin Dolega. Dan is er altijd nog een verschil van 7 kilo. De Rus is iets lichter. Die heeft, die weegt 104,3 kilo en de Pool 104,4. Dus hij heeft het voordeel van het lichaamsgewicht. Bij gelijk gewicht wint de lichtste. Dus als ze beide eindigen met hetzelfde totaal, dan is de Rus mag zich dan Europees kampioen noemen. Oftewel, Dolega zal altijd minimaal 1 kilo meer moeten hebben dan de Rus, wil hij van hem winnen. Vooralsnog is hem dat ruimschoots gelukt bij het trekken. En bij het stoten heeft nu de Pool 2.21 gehaald en Smortskov de Rus 2.23. Verschil nog steeds 7 kilo tussen die twee. En wat is er nu aan de hand? Waar is het wachten op? Ramunas Fiasniauskas. Uit Litouwen. Ja,
heeft 186 kilo getrokken. En gaat hier dan beginnen met 225 kilo. 225 kilo in zijn eerste beurt. Heel dicht bij zijn top. Hij stootte verleden jaar 2,25 bij de WK en 2,27 bij de EK. En nu gaat hij dus beginnen met 2,25. Dus heel dicht bij wat hij in huis heeft. Geen al te groot risico, maar toch wel risicovol zo'n beurt. Ja, de concurrentie is groot. Hij komt makkelijk omhoog. Ja, maar het gewicht ligt wel zo. Oh, hij gunt zichzelf amper de tijd. Wat gaat dat snel? Hij gunt zichzelf niet het moment om eventjes een rustige uitgangspositie te vinden. Zodat hij dat gewicht met wat meer onder controle hebbend uit kan stoten. Dit is zo bruut. Zo woest. Zo ongecontroleerd. Maar dan ben je sterk als je dat kan. Dit is gewoon brute kracht. Hij staat amper. En hup, ja, hij houdt die vering houdt hij erin. Hè? Dat is ook toch wel een beetje tactiek van hem, want hij slaat hem voor. En dan zie je dat gewicht zwiepen en hij houdt er leven in. Hij laat hem zwiepen. En door zo snel uit te stoten maakt hij optimaal gebruik van die zwiep. Daarbij de meeste gewichtheffers, vrijwel alle gewichtheffers, eventjes naar een rustmoment zoeken. En dan dat halter één keer op de borst laten stuiten en uitstoten, sloeg hij het voor en verstaat hij de kunst om dat leven in die stang te houden. Die valt niet één seconde dood. Maar daarom moet hij zo snel zijn. Hij ziet de kans om optimaal gebruik te maken van het leven wat hij zelf in die halterstang heeft gebracht. Die vering. Daar laat er één de tijd lopen. Wie is er opgeroepen? Nog 20 seconden, 19 seconden. Er komt er straks één op een absoluut holletje naar dat halter toe. Of de beurt gaat voorbij. 13 seconden, 12, 10. Wie is er opgeroepen? Er staat nog niemand op het podium. Nou, dan hoort u direct de klakson. En dan heeft één van de deelnemers zijn beurt voorbij laten gaan. Nou. Er staat nog geen naam bij. Maar die moeten we wel even krijgen, want... Geen vertwijfeling hier, of is hij het toch? Robert Dolega, 2,25. Ik denk dat het Alan Naniev is geweest, de Azerbeidzjaan, die dit voorbij heeft laten gaan, die 2,25. Robert Dolega. De oudere broer. En heeft hem. En hiermee een evenaring van zijn persoonlijk record. Het is heel lang geleden dat hij dit haalde. En ziet nu kans om weer die 2,25 te halen. De broertjes zijn in vorm. Met 184 trekken en 225 stoten heeft op dit moment een totaal van 409. En het is voor zijn doen heel erg goed. Want hij heeft ooit wel eens 412,5 gehaald. Maar 409, dat is toch heel dicht bij zijn persoonlijk record. En hij heeft nog één beurt over. Robert Dolega, Polen. 225 kilo. Alexandru Bratan gaat voor 2,25. Haalde zijn eerste beurt 2,21. Hij heeft 191 getrokken. En doet ook mee voor de eerste, tweede en derde plaats in het algemeen klassement. Zeker als hij dit haalt, dan is hij bedreigend voor de Rus, voor Smortskov. Hij heeft 1 kilo meer getrokken dan Smortskov. Hij trok 191, Smortskov 190. Gaat nu 2,25 stoten.
En Smortschkov heeft op dit moment pas 2.23 gehaald. Dus als hij dit haalt, staat hij op zilver. En Smortschkov op brons. Weer die achterste voet helemaal dwars. Moeizame techniek. Het is echt heel erg zwaar met dit gewicht. Maar ja, het is 225 kilo. En bij die rechtervoet van hem, die staat helemaal dwars. En dat hoort niet. Dat is gevaarlijk. Maar hij kan blijkbaar niet anders. Een paar pasjes naar voren en hij heeft hem onder controle. Ja. Deze beurt is goed. En goed. Europese kampioenschappen gewichtheffen. Mannen in de klasse tot 105 kilo. De wedstrijden worden gehouden in Polen. Hier komt Marcin Dolega. Die gaat 225 kilo stoten. Hij heeft bij het trekken het wereldrecord verbeterd. Stond op zijn eigen naam sinds 4 juni 2002 met 198. Dat bracht hij op 190, maar het was tegelijkertijd een nieuw wereldrecord. Deze man is in topvorm. Hij heeft 2.21 gehaald bij het stoten. Dat is voor zijn doen erg goed. Gaat nu naar de 2.25 om Europees kampioen te worden. En hij moet dit halen om de regerend Europees kampioen, die Vladimir Smortschkov uit Rusland, van het lijf te houden. Hij staat makkelijk op. Daar zoekt hij de juiste uitgangspositie. Ja, hij krijgt hem niet gefixeerd. En dat is een tegenvaller in de zaal met allemaal landgenoten. Die met z'n allen toch het feestje van het eerste Poolse Europese kampioenschap tijdens dit toernooi willen gaan organiseren straks. En willen gaan vieren. Alleen maar een wereldrecord is niet voldoende. Dat moet gepaard gaan met een Europese titel. Die hebben de Polen nog niet. En dit is de laatste gewichtsklasse van de 15. 7 bij de vrouwen en 8 bij de mannen. En nog geen Poolse kampioen. Hij heeft nog één beurt over. En dat zal hij vast wel doen, die 2.25. Kijken wat het antwoord van de Rus hierop is. Die gaat natuurlijk wachten. Want die Marcin Dolega, die is nu in gevaar. En het is toch ook een beetje een stratego. Die rust, die wacht even. Een mooie uitgangspositie voor hem. Hij staat op dit moment 7 kilo achter. Hij trok 9 kilo minder. Maar heeft inmiddels al 2 kilo meer gestoten. Het gaat om de eerste en tweede plaats. Kijk, dan laat er weer één de tijd voorbij gaan met 2.25. Dat is weer die Alan Naniev. Die geeft iedere keer op dat hij 2.25 wil hebben. Die man die heeft 3 trekbeurten gemist. En dan komt hij niet op het podium. Een hele vreemde gang van zaken. Marcin Dolega. 2.25. Derde laatste poging. Hij gaat hem overdoen. Nou, als hij dit haalt, dan loopt hij weer 2 kilo uit op de Rus. Dan maakt hij het weer goed. Dan staat hij weer 9 kilo voor. En als die Rus dan wil winnen van Dolega, dan moet hij minimaal 10 kilo meer halen. Omdat hij iets zwaarder is dan de Pool. Nou. En ja, wat een gevecht, wat een gevecht. Ja, hij blijft extra lang staan om te laten zien dat het gewicht duidelijk de baas is. Grote vreugde.
in het Poolse kamp. Want zijn persoonlijk record heeft hij ook hier verbeterd. Weliswaar geen Europees record, maar zijn beste prestatie. Ja, was 2.20. Hij heeft één keer 2.25 gehaald, maar dat was niet op een Europees of een wereldkampioenschap. Dat was een internationale wedstrijd, de grote prijs van Rusland. Heeft hij wel eens 2.25 gehaald, maar dat is alweer 4 jaar geleden. Hij is eigenlijk in normale wedstrijden, normale internationale wedstrijden, nooit verder gekomen dan 2.20. Pakt nu 2.25 met 190, geeft hem een totaal van 424 kilo. En ja, de Rus heeft 2.23 gestoten, dus die stond al 9 kilo achter bij het trekken. En nu nog eens een keertje 2 kilo achter bij het stoten. Nou, die moet wel van hele goede huizen komen. Wil die van deze Pool in topvorm gaan winnen. Maar goed, we zijn er nog niet. Er zijn nog 2 gewichtheffers, 3 zelfs in de strijd. We krijgen zijn broer nog, Robert Dolega. We krijgen Alexandru Bratan nog. We krijgen Raumunas Wisniauskas nog uit Litouwen. En Mikhail Ozentiu uit Wit-Rusland. Die heeft ook nog een poging. Nou, Marcin Dolega is klaar omdat hij een misser had. Weer die 2.25. Tot 3 keer toe heeft Alan Nanayev 2.25 opgegeven als zijn het gewicht waar hij mee wil beginnen. En dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is, ik vind het heel erg onsportief. Je ligt eruit en maakt er toch nog van de reglementaire mogelijkheid gebruikt om net te doen alsof je meedoet. Daar hebben we de Witrus. Die gaat voor 2.26. De Witrus. Mikhail Otsenjev. Wit-Rusland. 2.26. Als hij dit haalt, heeft hij 412 kilo totaal. En die 2.26, die heeft hij nog nooit gehaald. Zijn beste prestatie is 222,5. Dan gaat hij dus 3,5 kilo overheen als hij dit doet. Hij maakt ook een sprong van 11 kilo. Hij had in zijn eerste beurt 2,15 gemist, in zijn tweede 2,15 gehaald. En nu vraagt hij 11 kilo meer. Ook zeer ongebruikelijk, maar hij slaat hem makkelijk voor. Hij heeft het gewicht volledig onder controle. En dan stoot hij hem uit alsof het een ons weegt. En dan zet hij 226 kilo neer. Behoorlijk zijn persoonlijk record verbeterd. Komt op een totaal van 412. Wat een verbetering van zijn persoonlijk record met 12 kilo is. Prachtige beurt. Mooi totaal. En hij staat nu achter Marcin Dolega, tweede. Die heeft 4.24 en hij heeft 4.12. Smotskov. Hij gaat voor 2.27. Dan loopt hij weer, als hij dit haalt, weer 2 kilo in op Dolega. En dat doet hij. 2.27 voor Smotskov. Ja, dat ging zo makkelijk, zo soepel. Maar dat is zijn persoonlijk record. Dat evenaart hij hier op een manier alsof het niets weegt. Die Rus, die regerend Europese kampioen, is toch ook wel in topvorm. Alleen hij heeft de pech dat hij tegen een Pool oploopt die ook in topvorm is. Kijk maar eens hoe makkelijk. Bats, boom, afspannen. Eventjes onder controle en neerleggen. Europese kampioenschappen gewichtheffen. Mannen tot 105 kilo. Vanuit Polen. We zijn bezig met stoten. Alexandru Bratan gaat hier 227 proberen boven het hoofd te krijgen. Deze Moldaviër heeft 191 getrokken. En als hij die 227
20 pakt, dan komt hij op een totaal van 4-18. En dan staat hij op de tweede plaats. Dan haalt hij de Rus weer in met 1 kilo. Maar die Rus die heeft nog, die Smortskov, die heeft nog één poging te gaan. Het is echt heel erg spannend aan het worden. Haalt hij niet, dan komt hij op 4-16. En dan staat hij op de derde plek. Nee, hij haalt hem niet. Natuurlijk een gewicht wat hij nog niet eerder gehaald heeft. En blijft daarmee staan op 2,25 met 191 trekken. Geeft een totaal van 416. En die 416 is inderdaad een verbetering van zijn persoonlijk record met 1 kilo. Bij de WK in Antalya in 2001 haalde hij 415. Trouwens ook op de Olympische Spelen in Athene haalde hij 4,15. In Sydney deed hij ook mee, toen kwam hij op een totaal van 4,10. Nou, nu dus 416 kilo totaal, 191 trekken en 225 stoten. Vooral dat stoten, daarmee is hij boven zijn eigen kunnen uitgestegen. Geeft hem een totaal van 4,16 en hij zal tevreden naar huis gaan. Misschien nog wel met een bronzen medaille. Maar er zijn nog enkele mensen aan de bak. Vier van die schijven van 25 kilo. Dat is 100 kilo aan weerszijden. Stang met klemmen is 25. Dus 8 van die rode met stang en klemmen. Is 225. En dat gaat hij doen. Er zitten zelfs nog een paar kleintjes bij, want het wordt 230. Stipna. Robert Olega. De broer van de nieuwe Europees en wereldrecordhouder. Marcin. Robert gaat ook proberen boven zijn eigen kunnen uit te komen. Nee. Dat is inderdaad veel te hoog gegrepen. Want zijn PR heeft hij zojuist gevestigd met 2,25. En dan is 2,30 wel een hele grote stap. Driemaal rood. Wel netjes geprobeerd. Hij komt op 4,9 uit. Totaal. Voor zijn doen niet slecht. Hij heeft 2 keer 4,12 gehaald. Nu 409. En dat is alweer van een jaar of 4 geleden. Dus hij is wel in vorm. Maar ook bij hem gaan de jaren tellen. Dit is echt te zwaar. 409 is een mooie gemiddelde prestatie over de laatste pakweg 3-4 jaar van deze Poolse gewichtheffer Robert Dolega. Getrouwd met Magdalena, hobby lezen, film en vooral motorrijden. Is begonnen als Grieks-Romeins worstelaar en als handballer. Van beroep glasdecorateur en hier een fantastische gewichtheffer. Nou, daar komt de Litouwer. Rauminas Wisniauskas. Die gaat voor 2,31 in zijn tweede poging. Die gaat ook voor een plaats op het schavotje. Want die Bratan, die Alexandru Bratan uit Moldavië, is op 4,16 uitgekomen. Als hij die 2,31 haalt, komt hij ook op 4,16 uit. Maar hij is lichter dan, ja, er is gerekend, dan Bratan. Dan heeft hij ook 4,16, maar dan staat hij op de derde plaats. Dus dit gaat om brons of om een leuke plaats in het algemeen klassement. Haalt hij hem, dan is hij derde in het algemeen klassement. Haalt hij hem niet, dan is het een middenmotor. En dat is hij bij deze. Haalt het niet, Rauminas Wisniauskas uit Litouwen. Hij mag nog één keer terugkomen, maar hij loopt een beetje mank. En het leek mij dat hij heel erg hoog gegrepen heeft met die 2,31. Maar we zullen zien. Marcin Dolega is met zijn kindje aan het spelen. De wedstrijden worden in Polen gehouden, dus de families zullen wel aanwezig zijn. In het Nationale Sportcentrum in Władysławowo, aan de Oostzeekust, in de buurt van Gdansk,
Daar vinden deze wedstrijden plaats. Ze lopen nu op hun einde. 6 dagen lang zijn er 7 klassen bij de vrouwen geweest. Die zijn al klaar. En 8 bij de mannen. Bij de vrouwen hebben de Russinnen het beste gedaan. In het teamklassement hebben de Russinnen 558 punten gehaald. En de Oekraïners die tweede geworden zijn 431. En op de derde plaats Polen met 386. Er zijn bij de vrouwen 7 wereldrecords verbeterd. 6 door de Russinnen en 1 door een Oekraïense. Er zijn nogal wat records gesneuveld. En daar komt hij toch nog een keer terug. Die Raumenas Wisniauskas. De Litouwer gaat nog een keer 2.31 proberen. Was er straks leek het veel te zwaar voor hem. Eens kijken hoe hij er nu mee om. Nee, het blijft veel te zwaar. Nee, laat maar zitten, zegt hij. Het is goed zo. Hij moet genoegen nemen met een totaal van 410, 185 trekken en 215 stoten. Geeft hem 4.12. Waarvan het nu al zeker is dat hij niet in de prijzen valt. Wij zouden wel eens op een 4e of 5e plek terecht kunnen komen met dit totaal. Nou, wie hebben we dan nog aan de bak? Nog 1 beurt. Dat is de Rus. Wat gaat hij doen? 234 kilo vraagt hij. 234 kilo. Dat is 6,5 kilo boven zijn persoonlijk record. Maar hij heeft 190 getrokken en 234 gestoten. Dan komt hij op een totaal van 4,24. Dat is hetzelfde als Marcin Dolega, die ook 4,24 heeft. En zich op dit moment Europees kampioen waant. Maar die is iets zwaarder als deze Rus. Deze ongekend zware gewicht van 234 kilo gaat halen. Hij maakt een enorme sprong. Dan is hij de Europees kampioen. De regerend Europees kampioen is hier op een voortreffelijke manier. Een heel spannende manier, gedurfde manier. Zijn titel aan het verdedigen. Hij stoot hem uit, maar krijgt nipt zijn armen niet gestrekt. Nou, bijna een prolongatie van zijn Europese titel. Net niet gelukt. En ja, die Marcin Dolega, die is heel erg blij, want die heeft niet alleen het wereldrecord trekken verbeterd, maar is ook Europees kampioen 2006. Een titel die hij nog niet eerder gehaald heeft. Hij is wel Europees kampioen bij de junioren geweest in 2002. Wereldkampioen bij de junioren ook in 2002. En dat zijn eigenlijk zijn beste plaatsen. Wel als junior goed geweest en als senior. Ja, een keer tweede geworden bij de wereldkampioenschappen voor studenten. Maar Europees kampioen en zelfs heel dicht bij een Europees kampioenschap is hij nog nooit geweest. En nu mag hij zich Europees kampioen noemen. En de wereldrecordhouder bij het trekken. Als ik dan naar de wereldrecordverbeteringen kijk, dan zijn de Wit-Russen, die hebben 3 keer een Europees record verbeterd. De Polen 1 keer. En Polen heeft 1 keer een wereldrecord verbeterd. En de Wit-Russen ook 1 keer een wereldrecord verbeterd. Het was Andrei Rybakov. Die heeft het record trekken verbeterd. Wereldrecord trekken, evenals Marcin Dolega het wereldrecord trekken verbeterd heeft. Dus 2 wereldrecords trekken bij de mannen. Dat is de uitslag nog een keer. Smortskov die stoot 2.27. Audjev 2.26. En de Dolega's allebei 2.25. Waarbij die Marcin zo goed getrokken heeft dat, alhoewel die bij het stoten buiten de prijzen valt, hij toch Europees kampioen is in het algemeen klassement. Op basis van de Sinclair-formule, dat is een formule die gerelateerd is aan het lichaamsgewicht. En dan worden alle deelnemers tegen elkaar afgezet. Er hebben zo'n 150, meer dan 150 gewichtheffers meegedaan aan dit Europese kampioenschap. 168 zelfs.
Is de beste gewichtheffer van het toernooi Gennadi Aliashuk uit Wit-Rusland met 470 punten. Andrei Rybakov-Ku uit Wit-Rusland, twee Wit-Russen dus, die is tweede geworden met 465. Een Wit-Rus 1, een Wit-Rus 2. En die Marcin Dolega, die hier net Europees kampioen geworden is, die is de derde geworden op basis van de Sinclair-formule met een totaal van 460. Nou, de Polen hebben op het nippertje het toernooi toch nog een beetje gered. Het viel een beetje tegen, het Poolse gewichtheffer tot nu toe. Bij de mannen zijn ze derde geworden bij de teamclassificatie met 465 punten. Achter de Russen met 514 en de Wit-Russen met 541. En dan natuurlijk die records in het medailleklassement bij de mannen. U ziet het hier. 1 Rusland, 16 goud, 15 zilver, 4 brons. En bij de Wit-Russen 10, 3, 4. Oekraïne 4, 6, 3. Voordat we wegdraaien, ja, wil ik toch alvast een beetje afscheid van u gaan nemen. Ik ben 6 dagen in de weer geweest met het gewichtheffen. 15 gewichtsklassen mogen becommentariëren. Hoogtepunten, ook een paar dieptepunten meegemaakt, maar toch wel enerverend. Mijn naam is Piet van der Kruk, ik heb het graag gedaan. En wellicht dat we nog even mogen kijken naar de huldiging van de kampioenen, maar voor geval het wat uitgelopen is, kan het heel snel afgelopen zijn bij Eurosport, omdat er heel veel sporten zijn zo in het weekend. En het kan zijn dat er dus hierna iets belangrijkers komt dan de huldiging van de kampioenen bij het gewichtheffen. We zullen het even afwachten. En ik moet even mijn mond houden. En dan krijgen we toch de huldiging van de kampioenen nog te zien. En dat moet ook wel met een Pool op het hoogste schavot. Het Poolse volkslied hebben we nog niet eerder gehad tijdens dit toernooi. Het is een mooie afsluiting, een prachtige apotheose van dit toernooi. Derde plaats. Alexandru Bratan uit Moldavië. Tweede. De verliezer toch in feite. Hij heeft prachtig getild, deze Vladimir Smortskov. Hij heeft zijn titel met verve verdedigd, maar het is hem niet gelukt. Hij is zijn Europese titel kwijt. En Marcin Dolega, de Pool. ...24-jarige Pool uit Lukov, student mechanica, is winnaar, Europees kampioen, fantastisch Europees kampioen, mag ik wel zeggen. Wereldrecordhouder Trekker, Europees kampioen 2006... Marcin Dolega uit Polen. Daar staat hij. Nou, het is een hoge marineofficier die daar de prijzen heeft uitgereikt. En nu even gepaste stilte bij het Poolse volkslied dat ongetwijfeld zal worden meegezongen door de mensen.
Dit was het einde van het Europees kampioenschap 2006. We hebben zo'n 150 gewichtheffers zien passeren die 6 dagen. Mannen en vrouwen. En het is geëindigd met een prachtige, spannende wedstrijd in de klasse mannen tot 205 kilo. Ze gaan nu door met de prijsuitreiking. Third place in bronze medal, Vladimir Smorskov.